u staat pal voor de sociale zekerheid. Dat lijkt me wel, ja. Niet heel verrast natuurlijk ook, gezien de partij waar u van bent. Wie ook pal staat voor de sociale zekerheid is natuurlijk Geert Wilders van de PVV. Want een heleboel van wat ik u net hoorde zeggen, dat zegt hij ook. Ja, precies. Dat zegt hij of dat zei hij. We hebben daar inderdaad onderzoek naar gedaan. Ons wetenschappelijk bureau heeft onderzoek gedaan naar wat hij inderdaad buiten de Kamer zegt en wat hij gewoon in het stemgedrag in de Kamer laat zien. En ook zelfs op tal van terreinen waar geen afspraken over gemaakt heeft, stemt hij met de coalitie mee. En zit bijna op alle terreinen zit er ook forse bezuinigingen en aantasting van die sociale zekerheid in. En de minister-president of welke andere minister, die kan ik altijd ter verantwoording roepen naar de Kamer, maar de PVV niet. Maar het is toch Geert Wilders die bijvoorbeeld de WW veiliggesteld heeft in de coalitieonderhandelingen? Er zijn twee dingen die hij daar in ieder geval onbespreekbaar gemaakt heeft. Dat is de duur van de WW en het ontslagrecht. Ja. Daar ben ik hartstikke blij om. Maar als je dan ziet wat hij daarvoor ook allemaal geroepen heeft en de mensen beloofd heeft, dan is het op de rest van het hele sociaal-economisch terrein doet hij volop mee met de afbraak. Of het over de ouderen gaat, over de studenten gaat, of het over de zorg gaat, of het onderwijs, nieuwe bezuinigingen op leerlingen, die met de meest kwetsbare leerlingen in het onderwijs. Hij stemt gewoon overal in mee. Ja. Dus het is een heel ander gezicht wat hij buiten laat horen en dan wat hij in de Kamer stemt. Ja, maar toch eventjes zoekend naar de overeenkomsten tussen u en de PVV. De zorg bijvoorbeeld, ook iets waar Wilders zich toch hard voor maakt. Marktwerking in de zorg bijvoorbeeld, ook iets waar hij niet mee eens is. Nee, maar het gaat dus nog steeds wel door. Ik bedoel, als je zo'n groot punt van maakt en ook voor de verkiezingen zegt dat dat zo'n wezenlijke punten zijn, zorg dan dat je juist dat soort dingen binnenhaalt. Kijk, ik snap als geen ander dat als je gaat samenwerken dat je water bij de wijn moet doen. Maar die wijn moet nog wel te drinken zijn. En als je je meest wezenlijke punten, als je die eigenlijk gewoon daarna vervolgens opgeeft, dan is het jouw eigen geleid echt onherkenbaar geworden.